We gaan naar het boek Sociaal Kapitaal. En als het goed is, in ieder geval alle leden hebben dat mogen ontvangen. Er zijn, voor de mensen die het gelezen hebben of hier hebben, kan je zien dat Stijn Eckers en Hans van Essen dit boek hebben geschreven, vorm hebben gegeven. Daar zijn we trots op, want het gaat over de identiteit van de SPV. En Hans, zien we nu in beeld, is een van de auteurs. En Hans is klinisch psycholoog, klinisch epidemioloog en SPV. Nou, het is een hele mond vol. En je hebt een groot aandeel gehad in het boek. En jij gaat beginnen met een korte inleiding te geven voor de mensen die het boek niet kennen, maar ook voor de mensen die het boek wel kennen, wat achtergrond. Welkom Hans, we zien je in beeld. Dankjewel. Dat is allemaal gelukt, we horen je ook. Althans, ik hoor je, dus neem ik aan dat je ook hoort. Dus ja. Ik geef je graag het woord. Dankjewel. Ja, aan. Sociaal Kapitaal, een boek. Dat was een initiatief van de vereniging. De vereniging van SPV'en. En dat de reden was dat er een jubileum was vorig jaar. Dus de vereniging bestond 40 jaar. 40 jaar vereniging van SPV'en. En ja, dit boek is eigenlijk deel van het feestje dat de vereniging wilde vieren. Ook wel enigszins fijn dat er nog een boek kwam. Want alle festiviteiten zijn natuurlijk door corona afgelast. Maar goed, in je brievenbus viel dan toch dat boek. En ook wel een beetje in een traditie. Want bij 20-jarig bestaan is er ook een boek verschenen. En dat boek heette Hoopvol Bezorgd. Geschreven door Yvonne van der Pad. En zoiets zocht de vereniging opnieuw. Nou, Stijn Eckers en ik hebben daar een eigen draai aan gegeven. En dus we hebben de gelegenheid aangegrepen om een identiteitsbeschrijving te maken van de SPV. Dus het boek gaat erover, wie is die SPV? Waar is de SPV nou goed in? Wat doet die dat andere professionals niet doen? Waar ligt de kracht? En het is een jubileum. Identiteitsbeschrijving, maar er is nog wel een derde doel met het boek en dat is ook, we willen heel graag dat het ook een aanmoediging is. Een aanmoediging naar SPV'en toe om iets luider te zijn, om iets makkelijker te kunnen vertellen over je eigen professie, om iets gemakkelijker te kunnen zeggen, ik ben SPV, ik ben goed in, ja, en dan de tekst die je uit het boek haalt. Ik wil daar een samenvatting van geven nu. En straks gaan Stijn Eckers en Gerard Lohuis daar iets dieper op in. Maar even een samenvatting. Je kunt het beschouwen als een take-home message. Dus als je nou een pen pakt en een boekje, dan kun je misschien met me meeschrijven. Want, hier komt-ie. Het kernwoord voor de SPV, wat mij betreft, wat ons betreft, is complexiteit. Dat betekent, wat ons betreft, wanneer het voor je collega te complex wordt, dan neem jij als SPV dat over. En dat is dan niet omdat jij het wel weet, maar omdat je raad weet met die situatie van het niet weten. Je stapt die complexiteit in, je gaat die complexiteit onderzoeken. En alle beschikbare kennis die er bestaat, wetenschappelijke inzichten, die schieten eigenlijk tekort. Anders had die collega van je het wel op kunnen zoeken van wat moet ik in deze situatie doen. Dat is nou net het probleem. Je gaat erop af en je gaat kijken waar de schoen wringt. Dus het is sociale psychiatrie. Je ziet als SPV de factoren die als een spaghetti in elkaar zitten. En met de moed die je in je hebt en met de ervaring die je meeneemt, stap je op de situatie af en ga je kijken waar het mogelijk is om die spaghetti te ontwarren. Misschien zijn er schulden. Misschien speelt er iets op sociale vlak. Misschien is er systemisch iets aan de hand. Misschien is er wat meer op het gebied van de harde psychiatrie iets aan de hand. En je gaat die factoren zo bekijken dat het vlot getrokken kan worden. En dus die SPV is een vlottrekker van behandelingen, van situaties. En dat is de specialiteit van die ervaren verpleegkundigen in de GGZ, de SPV.
En misschien, als ik dit zo zeg, denk je alleen aan crisis. En dat is ook een specialisme van SPV. Maar het geldt op alle werkplekken. Als je bijvoorbeeld bij een specialistisch behandelcentrum voor eetstoornissen werkt, dan ziet het er anders uit dan bij een ACT-team. Maar bij alle teams geldt dat als je collega met de beschikbare kennis, wat er op dat expertisegebied te doen is, hè, neem nou dat behandelcentrum voor eetstoornissen, als een collega van je vastloopt, dan kun je zeggen, misschien kan ik iets betekenen. Want in complexe situaties stappen, dat is mijn specialisme. En juist omdat de kennis daar tekort schiet. En dat geldt op alle werkplekken. Op alle werkplekken ziet dat er anders uit, maar dit is de kern. Nou ja, er is een stuk meer te zeggen over de SPV. SPV richt zich nu natuurlijk niet alleen op piekmomenten, maar ook SPV'en zijn ook wel goed in het vasthouden van rust, zodat juist de behandeling kan plaatsvinden. Dus in het hanteren van de factoren, zodat je collega misschien harder psychiatrische interventies kan inzetten. Je kunt van alles zeggen over methodieken. Daar gaan we in het boek ook op in. Er zijn 6 hoofdstukken die 6 verschillende invalshoeken benaderen. Maar dat is meer de inkleuring van het verhaal. En dat is denk ik meer iets voor Stijn Eckers en Gerard Lohuis. Hans, dankjewel. Dit is een mooie inleiding. Eens even kijken. Complexiteit is het kernwoord. En je bent de vlottrekker. Nou, dat zijn termen die mij wel, aanspreken. De andere auteur van het boek Sociaal Kapitaal is Stijn Eckers. En inmiddels zie je Stijn ook in beeld. Stijn is historicus en hij is SPV op de SPV-opleiding van Avans. Geef je les en je werkt ook nog bij ARK. En dat vinden we hartstikke fijn dat je hier ook bij aanwezig bent. En dat je daarmee straks geïnterviewd gaat worden. En dat interview dat gebeurt door Gerard Lohuis. Nou, moet ik Gerard nog voorstellen? Ik weet het niet. Gerard, hartelijk welkom. Ik denk dat de meeste mensen jou kennen. En stel je vragen in de chat, dan verzamelen we die. Zo ook de vraag van Paul Klein-Twente. Die vraagt, waarom zeg je eigenlijk ervaren verpleegkundige in de GGZ? En waarom zeg je niet specialistisch verpleegkundige? Nou, misschien is dat een vraag die we mee kunnen nemen in dit interview. Gerard, ga je gang met Stijn samen. Ja, mooi. Nou, dankjewel en welkom allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn, hier vanuit het noorden. Hans, het was heel mooi wat je zei. Weet je wat, je maakt een soort combinatie van een heleboel ingewikkelde dingen. En wie blijft overeind als het heel ingewikkeld wordt, dat is ongeveer jouw vertaling, dat is de SPV. En het mooie daarvan is ook dat daar heel veel protocolaire kennis in zit. Want die heb je wel nodig, dat heb je ook wel beschreven, denk ik. Maar we voegen er iets aan toe. En dat is wat mensen er zelf van vinden of aan beleven. En als je dan wat veel tegelijk hebt, dan, zeg maar, dan gaan al die richtlijnen niet meer zo goed werken. En dan moet je er zelf een vorm voor vinden. En ik vind dat je dat wel mooi omschrijft als je het hebt over complexiteit. En je mag het ook specialistisch noemen, Paul Klein-Twente hoor, want dat spreekt me ook wel aan. Maar dat is een woorddiscussie waar wel een hele lading achter zit trouwens hoor. Maar Hans en Stijn, weet je, toen ik jullie boek, toen het klaar was, dacht ik, kijk, we hebben in historici hebben we Yuval Harari. Voor mensen die dat niet kennen, die Homo sapiens, 21 lessen voor de 21ste eeuw. Een man die de geschiedenis beschrijft van hoe de mensen zich hebben ontwikkeld. En die hebben zich ontwikkeld, zeg maar, van jagers tot landbouwers, tot uiteindelijk waar we uitgekomen zijn met techneuten. En jullie hebben dat boek geschreven voor de SPV. Daar zit een hele geschiedenis in. En het is ontzettend mooi om te zien. Ik noem jullie dan ook maar de Yuval Harari's van de SPV-club nu. En dat vind ik echt een groot compliment, want ik ben echt onder de indruk van het werk wat jullie erin geïnvesteerd hebben. En het mooie is ook, wat ik daar heel erg mooi aan vind, is wat Flip-Jan van Oenen in zijn boek Het misverstand psychotherapie heeft beschreven. Die heeft namelijk ook gezegd, kijk, al die therapieën, zijn die nou voor die patiënten, voor die cliënten? Of is het misschien ook een beetje voor die hulpverleners, dat ze zien en snappen wat ze aan het doen zijn? En misschien is dat laatste wel meer het geval. Maar wat ik mooi vond daarin, Stijn, en dan ga ik nu naar jou toe, want het is even een soort korte inleiding. Jullie hebben een fantastisch boek geschreven en dat vind ik oprecht. Je hebt 6 vragen, hebben jullie eigenlijk als een soort leidraad genomen. Hè?
Waar komen we vandaan? Wat kunnen we kennen? Wat moet er gebeuren? Wat moeten we leren? Welke invloed moeten we aanwenden en waar gaan we naartoe? Stijn, neem ons eens mee in de geschiedenis van het schrijven van zo'n boek over de identiteit van de SPV. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dank je voor het woord. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Ja, het is een grote vraag, Gerard. Kijk, Hans Stijn, en ik, heel even. Stijn, wil je microfoon iets dichterbij doen? Want je klinkt wat aan de zachte kant. Misschien. Ja, je bent zo beter. Zo beter. Ja, dat gaat beter, ja. Ja. Oké. Dank je. Nou, het is een hele grote vraag, Gerard. Hoe benader je nou zo'n rijke geschiedenis als die van de sociaal-psychiatrische verpleegkundigen? En ook als je nog de pretentie hebt om, zeg maar, op zoek te zijn naar de identiteit daarvan. Maar dan ga je toch kijken, spreken met wat we hebben gedaan in de historie in de sociale psychiatrie. We hebben ontzettend veel literatuur bestudeerd. Heel veel gesprekken aangegaan met andere deskundigen ook nog. En op een bepaald moment dachten we ook van, nou oké, hier gaat het om. En dat gaat over een stukje geschiedenis, dat gaat over de opleiding, dat gaat over de dagelijkse werkzaamheden, enzovoort, enzovoorts. En daar, zo is dat boek ontstaan. En daar heb ik dan, we hebben gekozen voor die 6 vragen, om dan eigenlijk daar dan steeds antwoord op te geven. Dat is eigenlijk onze benadering geweest. En dat is voor ons ook een enorme reis geweest. En ook heel bevredigend. Omdat nu, ja, ik geef dus ook les op de Avans Plus opleiding van sociale psychiatrie. En het heeft me wel echt ook mede gevormd. Dus ik kan iedereen aanraden om een boek te schrijven als je nog iets van nog niet weinig weet of beperkt weet. En het is ook een eer om dit te hebben mogen schrijven. Ja, en dat noemt natuurlijk tot de vraag van, wat heb je ontdekt in die reis? Hè? Want je zei, door die reis aan te gaan, ontdek je dingen over de SPV, over de geschiedenis. Ja. Welke dingen zijn jou bijvoorbeeld dan opgevallen of bijgebleven? Nou, bijvoorbeeld een facet is natuurlijk dat we hebben ook wel geconstateerd dat we al heel lang bestaan. Dus dat is iets heel bijzonders is. We zijn ook een van de oudste disciplines, zou ik maar zeggen. Ja, we kunnen ook praten. Ik ben even de naam kwijt, maar de vrouw met de lamp, zeg maar zeggen, in de Krimoorlog, die zat in de 19e eeuw. En we hebben dat eigenlijk gesitueerd in de begin 20e eeuw. Dus om allerlei redenen, er waren allerlei problematieken. Bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, maar ook landelijk. Waarbij je zag dat er een groot probleem was met heel veel opnames. En daar zijn ze naar gaan kijken, ook bij de GGD Amsterdam. En dat was Frits Meijers, psychiater. En die is daar, die is begonnen van, kijk, hoe kunnen we dat dan anders doen? Want het kost ook klauwen met geld. Florence Nightingale, dankjewel. En Frits Meijers, die is toen een bepaald moment... Ik zie steeds allemaal dingetjes in mijn scherm. Dus ik moet proberen niet te kijken naar die vraag ondertussen. Want dat is een beetje ingewikkeld. In ieder geval. En toen is hij gewoon van oké, hoe gaan we dat nou aanpakken? We gaan kijken, sterker kijken naar die problematiek. Want moeten al die mensen al worden opgenomen? En dat is dus eigenlijk de basis van ons vak. Want... Wij kijken eigenlijk breder en dieper. We zijn alleen maar niet alleen van de pathologie. En we zijn ook eigenlijk ook van, nou kijk, wat is de eigen kracht? En dat zit eigenlijk allemaal in die beginfase al. Maar dat ben je nog niet achter. Natuurlijk zeker niet als beroepsgroep. Dat moet nog allemaal ontwikkeld worden. De opleiding moet nog ontwikkeld worden. Enzovoort, enzovoorts. Maar daar zie je het al wel ontstaan. In die 1916, 17 hebben we het geplaatst. En zo gaat het dus, zo gaat het verder. En dan zie je een ontwikkeling en ook een enorme behoefte. En uiteindelijk is het onder andere met Frits Meijers, maar ook Arie Querido, bekende natuurlijk. Maar heel veel andere mensen die erna komen, die hebben dus steeds dat vak verbeterd, vermenselijkt, vormgegeven. En uiteindelijk is daar ook de beroepsvereniging uit voortgekomen in de jaren 70. Ja, Stijn, maar dat zijn allemaal psychiaters, hè? En die rol van de SPV, die verpleegkundige, wanneer komt die in beeld? Dat is eigenlijk dat moment, goed je het vraagt, dat de sociaal psychiater, dat is eigenlijk de term, met een verpleegkundige, sociaal psychiater verpleegkundige, op bezoek gaat, ambulant. Dus achter de deur kijken en kijken wat ze daar aantreffen. En wat zagen ze?
En dat is, daar is dus het stil van ons geboren. Zagen ze dus, oké, die mens is er misschien wel van het padje af. Maar eigenlijk, hier speelt van alles en nog wat. Er is armoede, er is geen regulering, of weet ik veel wat er allemaal niet speelt. Er zijn schreeuwende kinderen, er is geen werk, er is geen geld, er is helemaal niks. En dan zeg je, oké, maar als we nou daar iets aan doen, dan hoeft die persoon niet per se ziek te zijn. En zo kun je eigenlijk misschien wel proberen opnames te voorkomen. Nou, dat is allemaal niet gelukt, voor de duidelijkheid. Dat is nog heel lang doorgegaan. En dat is ook iets wat je ziet in de geschiedenis. Dat we ook nu nog, heden ten dagen, zie je nog altijd 60% van de GGZ-gelden gaan naar intramurale zorg. Dus we zitten wel zeggen ambulant psychiatrisch verpleegkundige, maar we zijn eigenlijk nog steeds grotendeels intramuraal bezig. Dus we zijn er nog lang niet. En dat is natuurlijk fascinerend. Maar goed, evenwel zijn wij wel van groot belang voor ja, goed, wat Hans al heeft gezegd, om eigenlijk om te gaan met die complexiteit. Ja, en dan is het ook wat ik jou hoor zeggen, ook die wisselwerking ontzettend belangrijk. Hè? Want dat breng je in beeld. Een paar meisjes, Querido, dat waren de mannen die dan een beeld brachten. Er is contextueel is wat in beeld. Er is een wisselwerking, mensen worden ziek. En wat zie je daar nu van terug? Want je zegt 60% gaat nog naar de kliniek. Wat zou dan volgens jou moeten? Ja, goede vraag. Dat is niet precies waar het boek over gaat. Dat wij een soort advies geven. Dus dat is een andere vraag, zou ik zeggen. Maar kijk, wat nu gebeurt, dat is wel heel mooi. Dus je ziet op zich een paradigmaverschuiving. En dat zie je eigenlijk van bovenaf. En bijvoorbeeld dat heel veel juist wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond. En daar hebben wij de geschiedenis mee, en ook de win mee. Dat eigenlijk de complexiteit is eigenlijk veel meer in het oog gekomen. En dat zie je dus dat zie je bijvoorbeeld ook met Floortje Schepers, de hoogleraar innovatie GGZ. Die heeft dat ook, zeg maar, aangetoond dat. Terwijl Steven van Westbroek in de bocht. Oké. Floortje Schepers heeft ook aangegeven dat het is eigenlijk nog veel complexer dan wij denken. Je kunt het dus eigenlijk heel moeilijk wetenschappelijk onderzoeken. En dat kun je wel pogingen doen met heel veel big data en ICT. Maar het is eigenlijk, de werkelijkheid is veel complexer. En als je. Het antwoord is op de vraag van wat moeten we doen? Nou, we moeten in ieder geval. Eigenlijk bescheiden zijn over wat we kunnen met behandelen. En we moeten eigenlijk veel meer kijken naar preventie. We moeten veel meer kijken naar hoe is de wijk georganiseerd. Hoe is het systeem georganiseerd. Maar vooral ook het ontpathologiseren van problematiek. Nou ja, goed, dat is heel ingewikkeld. Nou ja, goed, je hebt ook bijvoorbeeld natuurlijk die voor de personenproblematiek of het onbegrepen gedrag. Ja, je kunt er heel veel over zeggen, maar dat is nu niet misschien het moment. Ja, maar Stijn, trappen we nu niet in de valkuil. Je begint met het woord bescheiden. Hè? Ik las vanavond ook op de VNVN-site, ook over de wijkverpleegkundigen, die zeiden, we doen fantastisch werk. Hè? Staat vanavond toevallig net op de site. En die zeggen ook, maar waarom zien we ze zo weinig? Waarom zijn ze zo bescheiden? Hè? Waarom? Ja. En ik ben helemaal niet tegen het woord bescheiden, hoor. Maar ik ben wel tegen iets anders. Van waarom zijn wij zo weinig zichtbaar? Als wij al sinds paar meiën, sinds Querido optrekken met die psychiaters om die sociale psychiatrie vorm te geven. Hè? Wat is met ons aan de hand? Wat mogen we onszelf aanrekenen waarom we zo weinig zichtbaar zijn? En waarom wij onze kennis zo weinig beschikbaar stellen? Wat gebeurt? Heb je daar een antwoord op kunnen vinden tijdens je reis? Ja, er zijn meerdere antwoorden al mogelijk. Eén is eigenlijk inherent aan de functie van de verpleegkundige. Die is van oudsher juist gelijkwaardig aan de patiënt. En als je eigenlijk gezag wil hebben, dan moet je eigenlijk in zekere zin erboven staan. Ja, tenminste, dat is een soort aloude gedachte. Dan is het dus eigenlijk is het een lastig om. Je wil eigenlijk. Dus je moet je op een of andere manier altijd meer dienend opstellen, meer gelijkwaardig. En dat zijn allemaal weer hele goede dingen. Maar je kunt dus niet. Je kunt je niet profileren als enorme expert steeds. Dat is eigenlijk wat je doet. Je bent veel meer procesconsulent en participant in de zorg. In plaats van dat jij, zeg maar, weet hoe het moet. En daar zit al bijvoorbeeld een deel van die bescheidenheid. En die zit in ons. En we zijn natuurlijk ook harde werkers. En misschien ook, zeg maar, denkende doeners. Wij kunnen natuurlijk ook wel iets meer dan
ja, dan de gewone ambulant verpleegkundige. Want we hebben 1,5 jaar of meer. Ja, dat hangt vanaf wie er allemaal nu kijkt en luistert. Maar sommige mensen hebben wel nog veel langer. Hebben een A-opleiding, een B-opleiding enzovoort enzovoort. Maar die... In ieder geval, wij kunnen meer, maar we doen het. We gaan dat niet profileren, omdat wij eigenlijk altijd ondergeschikt zijn, ook hiërarchisch aan anderen. En dat is heel jammer. Dus dat zou nog altijd beter kunnen. Maar we zien dus ook in de geschiedenis, bijvoorbeeld rondom het ontstaan van de verpleegkundig specialist. Dat is natuurlijk dat speelt gewoon eenmaal een rol ook in onze geschiedenis. Dat, waarom hebben zij wel artikel 14? Waarom hebben zij wel uiteindelijk die bevoegdheid tot medicatie voorschrijven of een beperkte bevoegdheid? En waarom hebben zij eigenlijk naar zich toe getrokken? Dat is natuurlijk iets. Dat beschrijft het, Hans heel mooi beschreven, ook die analyse gemaakt. Dat we daarin niet voorop staan. We hebben dus eigenlijk, we hebben achterover geleund. We hebben onze positie van, nou kijk, wij zijn er, we waren er altijd al. En we zullen er altijd blijven en we zullen ook wel specialist worden. Maar dat is dus niet gelukt. Je moet daarom, en dat is ook wel de strekking van het boek, blijven articuleren waarin zijn we goed. En dat zie je nu eigenlijk, als ik nog even door mag... over die voor de personenproblematiek. Hoeveel SPV waren in het nieuws, Gerard? Ja, er was er eentje. En die deed het heel goed, volgens mij. Ook op zijn titel. Maar ik neem aan dat je dat bedoelt, hè? Mm-hmm. Bouke. Maar die wilde, dat is dan een van de weinigen, zeg maar zeggen. Ja. Die daarin. Kijk, maar als je over een psycholoog, daar heb je natuurlijk een heel blik psycholoog, heb je enzovoort, enzovoort. En wij zijn daar een soort toch te beperkt in. En dat is. Ja, want jullie beschrijven het ook heel mooi, hè? Waarom zijn we niet zo goed in lobbyen, hè? Je hebt daar zelfs nog een aantal bladzijden aan gewijd in het boek. Wat ik ook mooi vond, wat ik jullie vond, ook getriggerd vond, is ook dat je zei, de geschiedenis is eigenlijk misschien nu wel in het voordeel van de SPV. Dat vond ik een optimistische, hoopvolle verwachting. Nou, daar hou ik wel van. We kunnen heel veel kritiek hebben ook op onszelf, want we hebben ook heel veel laten lopen. Ik denk dat we dat onszelf mogen aanrekenen, dat vind ik echt hoor. We waren een paar jaar geleden bijna opgeheven, om het maar kritisch te zeggen. Hier in het noorden waren instellingen die dachten, we doen het alleen met een verpleegkundig specialist. Weet je, en toch, toen hebben we ook aan de bel getrokken. En ook en uiteindelijk zijn al die instellingen wel overstag gegaan. En nu zie je zelfs een lobby voor dat overheid geld uittrekken om SPV op te leiden. Maar dat was ook een soort conclusie in jullie boek. Hè? Die zeiden van, de geschiedenis is misschien wel in het voordeel nu van de SPV. Ja, dan ga ik toch een beetje iets verder meer in op die complexiteit. En dat is wat ik weet niet, dat als ik nog één keer voor het schreeuwen zou aanhalen, want die zegt eigenlijk, er zijn drie veranderingen gaande. En die gaan eigenlijk eigenlijk wordt het steeds meer van causaliteit naar complexiteit, van dichotoom naar dimensionaal. En er is ook nog eentje van objectief naar subjectief. Dat zijn drie grote veranderingen die juist door wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen. En nu komt de grap. Wij als SPV'en doen dit al. Wij weten dit al. Maar we hebben dat... Wij kunnen dat op een of andere manier vanwege ons werk en vanwege de juist kunnen wij dat niet goed onderzoeken. Dat is gewoon iets heel ingewikkelds. En dat kunnen ze, kan ook zij niet per se. Daar heb je dan die big data voor nodig, die artificial intelligence. Maar in de kern, zoals ook Hans al heeft gezegd, complexiteit is ons ding. Dat is onze core business. Maar als ik een beetje, ik ben een beetje een. Ik werk met heel veel psychologen. Ik ben omringd allemaal klinische psychologen. Allemaal geweldig. Maar eigenlijk zie je. Jij zegt ook, Flip-Jan van Oenen haal je aan. Ze zijn zich helemaal dood aan het staren op die methodieken en die interventies. En wij zijn eigenlijk daarvan. Nou, wij maken gebruik van die interventies. Maar wij zijn ons zeer bewust wel van juist die extratherapeutische factoren. Of de aspecifieke factoren. De behandelrelatie. Het vertrouwen. Maar we zijn ook hebben oog ook voor juist al die andere dingen die van invloed zijn op het behandelresultaat. Denk aan wonen, werken enzovoorts. Maar ook gewoon. Dat stuk, dat wisten wij al heel lang. Dat doen wij al heel lang. Dus dat is grappig. En ik denk dat we daarom ook de geschiedenis mee hebben. Maar wat doen we? Het is weer zoiets van, ja, niet dat wij dit heel hard roepen op de bühne. Dus dat is wel iets, dat is wel een beetje weer, toch weer het ding. Ja,
Wat Stijn, denk je dan ook, hè, want als ik jouw redenering volg, dan zeg je ook eigenlijk, we hebben zoveel kennis, we hebben zoveel data, doen we wel als beroepsgroep genoeg aan onderzoek? Want bijvoorbeeld in Groningen hebben nu alle studenten verplicht gesteld, voor je gaat afstuderen, ga je gewoon een artikel schrijven. Zorg maar dat je een artikel schrijft. En anders ga je gewoon het vak gewoon niet in. Dus moeten wij ook niet meer, ik gooi een knuppel even in het hoedje kijken, maar moeten we ook gewoon niet meer onszelf uitdagen en ook zeg maar op dat niveau van doe eens onderzoek, schrijf eens wat meer, kom eens meer in het voetlicht, want er werd net wel even in de chat zag ik voorbij komen, we werken als POH, we zijn heel zichtbaar. Nou, volgens mij ben je helemaal niet zichtbaar. Je zit gewoon bij de POH in huis als je werk te doen en dat is het dan. En ik ben daar niet cynisch over, want ik denk dat hard nodig is. Want ik wil die opmerking ook niet teniet doen. Maar weet je, het vraagt meer. En het lobbyen, dat hebben jullie ook genoemd. De SPV zou meer moeten gaan doen aan het lobbywerk. Maar dat doe je door kwaliteit te laten zien. Wat vind je, Stijn? Moeten we eens wat meer met dat onderzoek doen? Moeten we eens wat meer aan de schrijverij? Wat denk je? Hoe komen we wat meer zichtbaar? Ja, het is interessant. Ik ben nu bij Avans Plus en ik begeleid ook afstudeerscripties of eindartikelen. En dan een deel daarvan, hè, dat moedig je aan, die komen dan naar SP. En dat wordt dan misschien ook nog door jou gerealiseerd. Maar dat, in ieder geval, dus dat is dus die stroom proberen we natuurlijk continu te houden. Maar het is iets wat mensen die SPV over het algemeen niet van huis uit hebben meegekregen. Analytisch vermogen. Krijg ik straks weer allemaal boze chats. Maar ik bedoel, wij zijn niet heel erg wetenschappelijk van huis uit. En dat is iets wat die kritische blik, dat mogen we wel veel meer ontwikkelen. Ik ben er erg voor. Ik zit weer heel veel dingen in mijn rechterhoek. Maar Dus ik ben zeer voor dat we dat. Maar waarom? Hoe kunnen we nou mensen toch meer tot schrijven? Omdat eigenlijk wat ze meemaken, mogen ze delen. Maar dat het lastige is van ons vak, is nou juist dat wij. Wij kunnen niet goed onderzoek doen, omdat het eigenlijk veel te ingewikkeld is om met al die factoren rekening te houden. En als je dat wel opzet, dan kun je eigenlijk, wat je vooral krijgt, is vooral beschrijvend onderzoek. En dat zou natuurlijk goed kunnen. Dat is leuk. En je kunt, maar ik weet niet of je dan echt dat wetenschappelijk, hoe wetenschappelijk kun je ons werk maken. Maar beschrijvend onderzoek is ook prima onderzoek, hè? En dat is ook nodig om later dubbelblind onderzoek te doen. Dus je hebt dat beschrijvende eerst nodig, ja, om überhaupt later dat dubbelblind onderzoek te kunnen doen. Maar omdat jij ook zegt, we zijn de voorlopers, hè? We zien veel. Bijvoorbeeld het effect van werk, nou dat kun je wel meten als je wilt. Je kunt ook het effect van contact hebben, van een hardloopgroep. Of weet je, je kunt daar best dingen, maar we vinden misschien dat wel te normaal. En dat we oplossingen zoeken in ingewikkelde methodieken. Maar dat Stijn net ook zei en wat Hans net ook zei, is van het is de kunst om de eenvoud te zoeken in de complexiteit. En daar niet in te verdwalen. Ja. Maar goed, weet je, maar ik vind het mooi, hoor, mooi hoe je het omschrijft, Stijn, hoor. Want het is een zoektocht. En ik ben helemaal met je eens dat we daarin ons wat meer naar voren moeten halen. Maar dat is wel een ding dat wij zeggen. Ook van, kijk, juist rondom die verwarde personen, maar dat verkeerde te gebruiken. Hè? Want ze zijn natuurlijk, die personen zijn maar ook, en ze wordt ook heel veel over zeggen dat ze niet alleen maar verward zijn. Maar in ieder geval, dat is wel de problematiek waarmee de politie kampt. En en ik had bijvoorbeeld, als ik even vraag, maandag had ik afstudeerpresentaties. En er ging één afstudeerpresentatie ging over een initiatief in Den Haag vanuit de politie. En die wilde eigenlijk juist iets doen met die verwarde personen. En wat werd het? Dat werd dan een soort opvangplek. En dan dat was de belofte dat er niet langer dan een half uur iemand, patiënt die mogelijk verward is, daar zit. En dan wordt doorgesluist naar een betere, humanere omgeving. In ieder geval niet in die politiesfeer blijft. Nou, dat was allemaal heel veelbelovend. Je ziet hele mensen met heel veel met pakken aan. En nou, dit is geweldig en noem maar op. Maar wat blijkt in de praktijk, dit werkt helemaal niet. Gemiddeld moeten mensen daar, zitten daar een dag. Ze zitten ook nog eens een keer niet in een hele humane cel, maar gewoon in een isoleercel. En de aanrijtijden, de verzorging van al die mensen is nog altijd hetzelfde. En dan krijg je toch weer een soort herhaling van zetten. Eigenlijk ernstige problematiek, die dus niet goed wordt aangepakt, niet wordt opgelost. En wie mis je eigenlijk hier in deze discussie? Je hebt natuurlijk de GGZ, je hebt de politie, je hebt openbaar ministerie, openbare orde, weet ik veel, jammer. Maar daar ontbreekt dan eigenlijk de kenner. Dat zijn wij, zullen we zeggen, van hoe zou je dat nou aanpakken?
En daar zou je zeggen weer, daar moeten op een of andere manier artikelen komen in de kranten. Waarom schrijven we niet? Dat is wel steeds, je moet je op een of andere manier kwaad maken en zeggen van nou, zo pakken we het aan, dat is veel beter en handiger. Ja. Ja, mooi. En wat je dan ook zegt, hè, wat ben ik helemaal met je eens, Stijn, ik vind dat je het mooi verwoord. We moeten veel meer die vrijgeschoven positie zien. Die wijken in, je moet misschien wel bij de woningbouwvereniging in dienst, ja, bij de politie exact, in dienst. Exact. Om zeg maar die ingewikkeldheid op een eenvoudige manier te reduceren tot wat nodig is. En ik denk dat het daar kennis van psychiatrische beelden wel bij nodig is. Maar vooral, hoe maak je dat contact? Hoe kom je in een relatie? En hoe kunnen we dan iets op een proces op gang brengen? En dat noemden jullie heel erg mooi emergentie. Ik wil het woord toch graag nog even noemen. Ja. Want wat mij betreft is, als je een samenvatting moet geven naast complexiteit, ook de emergentie. Emergentie wil eigenlijk zeggen, je laat iets ontstaan in plaats van dat je het van tevoren vastlegt, protocolair dichttimmert of met richtlijnen afknoopt. Het gaat erom, je gaat de ander zien in wat hij beleeft. Want we hebben nog nooit dezelfde psychose gezien. Ik werk nu 40 jaar, ik heb nog nooit dezelfde psychose gezien. Ja, wel dezelfde symptomen. Maar niet wat iemand ermee doet, wat iemand eraan heeft en wat iemand nodig heeft. Wat dat betreft zijn we ook de GGZ, de DSM-5 van Jim van Os, de persoonlijke diagnostiek, ook alweer een beetje voorbij. Hè? Want we deden het inderdaad al. Wij vroegen ons af, wat hij dan in zijn diagnostiek beschrijft, wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid? Wat heb je nodig? En wat kan ik voor je doen? Weet je? En dan komt bescheidenheid weer heel erg mooi om de hoek. In plaats van dat jij de alwetende bent, zijn wij in de bescheidenheid, wat kan ik voor je doen en kan ik naast je staan? En dan kom je weer op dat level uit, Stijn, wat je net zei. Wij staan heel erg naast die cliënt, maar misschien moeten we dan wel veel meer zichtbaar worden wat we doen en dat in beeld brengen. Maar ook wel een beetje een uitdaging voor de beroepsvereniging, want daar prikkelden jullie ook nog. Mag er nog even, Marcel, want je komt in beeld, maar ik vond het toch nog wel een belangrijke vraag om Stijn nog even te vragen. Wat hoe zie je daar de functie van onze beroepsverenigingen? Want daar hebben jullie ook dingen over gezegd. Ja, in ieder geval het articuleren. Maar ik geloof dat die leden eigenlijk, we profileren ons en ik dat gebeurt. Dus dat is al gaande. Ja, ik zou zeggen dat het ook wel heel interessant om deze vraag aan Hans zo te stellen. Maar kijk, ik zou zeggen publiceren, laat van je horen. En ook op allerlei andere manieren. Dat je dus, je gaat je in de. Kijk, wat wij leren via het expertisegebied SPV, leer je dat je niet alleen maar op microniveau moet werken, maar ook op meso en macro. Die macroniveau is natuurlijk moeilijk, want dat is politiek, dat is ingewikkeld. Hoe krijg je die? Maar mesoniveau kun je heel veel bereiken. Dat betekent eigenlijk kritisch zijn naar je eigen instelling. Zijn we nou echt de humane zorg aan het leveren die we willen bieden? En we kunnen heel veel zeggen met allemaal missie en visie en hoe geweldig hoe we denken over zorg. Maar uiteindelijk is het heel vaak toch ook toch weer onderaan de streep gaat het om geld. En dat is wel iets waar je steeds eigenlijk op moet wijzen. En dan heb je nogmaals, dan heb je de wetenschap heb je achter je. Ja, ja, mooi, Stijn. Hey, weet je, om zeg maar tot een afronding te komen, ook voor ons interview. Dankjewel trouwens hoor. Want ik vind dat je het op een mooie bevlogen manier. En trouwens ook voor de mensen wordt, het is een ontzettend bevlogen boek. En waarin ook goed ook. Echt, ook wetenschappelijk hebben jullie ook goed gekeken wat daar gebeurt. En dat mag dan ook wel eens gezegd worden. Want als je dan, ja, dit is ook wetenschappelijk onderzoek. Dit is zeg maar verkennend veldonderzoek wat nodig is om zeg maar verder op voor te bouwen. Want jullie hebben de 7 punten, en dat heb ik al 40 jaar geleden, hebben jullie ontzettend mooi verwoord. Weet je wat we 40 jaar geleden zeiden over de sociale psychiatrie en SPV? Die voorkomt stigmatisering en uitsluiting. Die voorkomt met name de marginalisering. Die coach formele en informele hulpverleners, die optimaliseert het sociaal functioneren, die gaat systemisch denken op alle fronten, met cliënten, familie en samenwerkingspartners, en die gaat al die behandelmethoden, dat is mooi complex en dan komt ook wat Hans zegt weer terug, samensmelden tot een eclectisch aanbod, en die heeft aandacht voor de epidemiologische context waarin psychiatrische problematiek zichzelf ontwikkelt. Dat was 40 jaar geleden. Wat hebben jullie nog geweldig wetenschappelijke onderbouwing van die geschiedenis gegeven in dit boek, waarvan ik eigenlijk alleen maar kan zeggen, jongens, die 7 punten houden overeind, maar lees dan een nieuwe boek, want dan hebben de Yuval Harari's nu aan het woord geladen. Die hebben namelijk de geschiedenis weer getransformeerd naar 2021. En ik wil je echt namens, ik denk dat ik namens iedereen mag spreken nu, ontzettend bedankt voor je inspanning en dat geweldige boek wat er nu op de plank ligt.
Nou, hartelijk dank. Dat is al bijna too much. Maar graag gedaan. En neem ook aan namens Hans van Essen. Ja, nee, prima. Goed, Marcel, dan kom ik even bij jou, want misschien zijn er vragen die ik... Ja, zeker, Gerard. En Stijn, mooi, dit gaat mooi de diepte in dit interview. En er gebeurt natuurlijk van alles in de chat. En één onderdeel wat ik er eventjes uithaal, is dat er natuurlijk ook SPV die zijn. Er zijn ook SPV'en die zeggen, ja, moet je horen, onderzoek doen en een boek schrijven. Ik wil gewoon werken. Daar ben ik goed in. En wat gebeurt er dan in die chat? Dan is er, ik moet hem er even erbij pakken, Frans van der Lem. En die zegt, ik wil eigenlijk wel mensen interviewen. Inspirerende vakgenoten die liever niet schrijven. Die wil ik interviewen. En dan komen die verhalen ook in ons vakblad. Ad zegt, kan een rechtstreeks dialoog met politici door bevlogen mensen als Stijn en Hans niet een aantal onderzoeken en rapporten besparen? En dat is natuurlijk wel een interessante discussie, is hoe er meer ruimte komt om voet aan de grond te krijgen. Hè? Dat draagt ook bij aan de beeldvorming en uniformiteit eigenlijk, waar ook naar gezocht wordt. Omdat er veel, dat wordt ook in het chat genoemd, er zijn veel verschillende regelingen, er wordt op verschillende instellingen wordt er anders gereageerd. Kun je daar wat over zeggen? Nou, ik zou zeggen, misschien als Hans van Essen nog even erbij komt, die heeft daar echt meer kaas van gegeten dan ik. Dus misschien Hans, als je zo bereid bent om even bij te komen, dat zou mooi zijn. Ben je daar, Hans? Ja, dat is zeker. Ik zit nog rechtop. Goed zo. Hans, ja, het gaat over het lobbyen. En wat ik mooi vind aan de vraag is dat gezegd wordt, wat is nou de effectieve manier? Dus moeten we rapporten schrijven? Moeten we onderzoeken publiceren? Wie leest dat en wat is het effect? Of moet je op strategische plekken gesprekken voeren? Ik denk dat iedereen daar direct volmondig ja op zegt. En hier kom je direct terecht. En we hebben dat geprobeerd ook met een aantal voorbeelden te beschrijven in het boek. En ook in het hoofdstuk dat over invloed gaat. Je komt direct terecht in een slangenkuil. Waar we eigenlijk met z'n allen als verpleegkundigen volgens mij nauwelijks kaas van hebben gegeten. En toch gebeurt het dan, en dat is ook echt een compliment aan het bestuur van de VNV en de SPV. Dat afgelopen jaar, help me even, hoeveel waren het er? 42, 62 opleidingsplaatsen gesubsidieerd zijn gekomen. Dat is echt knap. Daarmee heb je dus moeten laten... Iemand roept hoeveel te zijn. Het zijn er 82 en de voorzitter roept dat. Vriendelijk dank, 82. Ik bood 42 of 62, maar ze hebben er veel meer uit onderhandeld. Nee, maar, en het is echt moeilijk om dat dus bij de juiste personen, op het juiste tijdstip, tijdens een vergadering waar allerlei meneren en mevrouwen dat gaan beslissen, als agendapunten hebben, inclusief het belang dat daaraan hangt. En wat ga je daar nou aan hebben? Dan moet je dus een pitch klaar hebben en dergelijke. En dat is dan de taak die voor dat bestuur is. Ja, het is echt pittig. Het is echt pittig. Dat is echt een vak apart. Mooi. Dus dan eigenlijk wat je zegt, er moet nog een hoop lobbywerk geleerd worden hoe we dat doen. En met een compliment aan het bestuur dat we al dit gepositioneerd hebben. Ik moet ook wel even zeggen dat de overheid met schade en schande zelf op zijn bek is gegaan, om maar plat te zeggen. Want die hebben uiteindelijk gezien, weet je, het werkveld schreeuwt op mensen die in de klei staan en die dit complexe werk doen en die antwoorden hebben, niet in paniek raken. Mooi antwoord op jouw vraag, Hans, van die complexiteit ook. Dat ze zelf vast hebben gesteld, we hebben die groep een beetje vergeten. We hebben ze heel erg hard nodig. Dus nu, meer dan ooit, is de tijd nu om dat ook hard te maken. Hè? Om dat uit te bouwen. En dan kom je wel in de slangenkuil terecht, maar dat is niet erg. Als je met complexe dingen kunt omgaan, kun je ook leren omgaan hoe je in de slangenkuil overleeft, volgens mij. Dus daar moet je niet benauwd voor zijn. Maar dat is een mooie uitdaging ook voor het bestuur, toch? Nou, ik zet ook wat rekenen, als ik er iets mag zeggen, ook over toch in de opleiding, Gerard, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar dat je nog steeds ook daar dat een vak mag zijn. Dat je hier iets over, dat je echt nog beter leert, ja, ik bedoel, het is niet van dat ik nou hier per se, maar goed, dat je gewoon echt leert presenteren, profileren, erop uit, maak jezelf kenbaar. En dat is een soort, dat is iets wat wij blijkbaar echt niet
kunnen het jammer of beperkt doen. En je zou gewoon zeggen, gewoon een studieopdracht moeten geven aan studenten. Ga die wijk in, doe die gesprekken, interviews met politici. Maak ons vak ook begrijpelijk voor de buitenstaanden. Want ze willen het weten. Ze zitten er zelf mee. Want als je een psychotische buurman hebt en je denkt, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat zijn dingen, of in de wijk en al die, nou, dat zijn allemaal dingen waar je iets mee kan. En dat is niet denken van dat gaat iemand anders wel oplossen. Nee, daar moet je zelf voor. Nou, weet je, het zou mooi zijn, Stijn, hè, dat als op een gegeven moment een psychotische buurman optreedt, dat dan iedereen in Nederland denkt, waar is de SPV nu? Exact. Ja. Kijk, en dat begint dus ook met te verwoorden met wat je gewoon doet, hè? Ook op feestjes. Heel goed. Dankjewel, Stijn. Ik druk even op het applausknopje. Gerard blijft nog even in beeld. Want voordat we afronden, hebben we ook goed nieuws. En dat goede nieuws, dat gaat over de position paper. Ondertussen wordt het beeld, hoe heet dat, het scherm wordt gedeeld, een presentatie wordt gedeeld. En Gerard, ik geef jou weer het woord, maar nu voor een ander onderwerp, de positie. Nou ja, een ander onderwerp in het verlengde hiervan, de position paper. Ja, ik zal het heel kort houden, want de scheidsrechter gaat zo afluiten voor het begin van de wedstrijd. Maar dus we hebben met een groepje mensen nagedacht over hoe kunnen we nou onze beroepsgroep eens goed naar voren brengen, zodat het voor iedereen eens duidelijk wordt. Maar dan moet je ook in beeld komen. En daar hebben we een tekst voor gemaakt, samen met het bestuur. En daar hebben we goed over nagedacht. En daar hebben we eigenlijk in samengevat, wat is de SPV nu? Wat kan die nu? Waar heb je eraan? Waar moet die zich positioneren? En het is een heel klein zetkaartje geworden. Ik kan het wat nu in beeld is. En misschien mag de volgende slide wel even, hoor. Dan kun je zien hoe die eruit ziet. Doe de volgende maar, hoor. Want dit is eigenlijk de tekst. Ja, dit is wat je ziet. Dit krijgen jullie straks. Dit kun je allemaal opvouwen in zo'n klein... Ja, ik zal maar niet zeggen, Marcel, hoe jij dat noemde vanavond als het in de brievenbus valt. Want je had er een woord voor. En zei, het lijken wel condooms. Dan heb ik het toch nog gezegd ook nog. Ik zeg, dan moet je uitkijken. Maar het leuke is, en als ik de volgende pagina, want je ziet in beeld, hè, wat is een SPV, wat kan die, waar werkt die, hoe word je dat, waar gaat het over in de sociale psychiatrie. En als ik dan de volgende slide zie, dan krijg je nog even een ander beeld erbij. Weet je, dus dan is het een heel mooi papiertje, wat je zo in je zak stopt, overal neer kunt leggen en eigenlijk aan iedereen moet gaan uitdelen om zeg maar de SPV in beeld te brengen. Zodat we eigenlijk ook zichtbaar worden. Maar waarbij we ook homogeen als één groep ongeveer eenzelfde boodschap uitstralen. Want ik hoor nog te vaak van, ja, wat is nou de ISPV? Wat doet hij? Wat kan hij? Nou weet je, als we dan met elkaar één taal voor gaan spreken, vanuit een soort één idee. Ik denk dat dat alleen maar beter het beeld naar voren brengt. En dan hoop ik ook dat we zeg maar in bescheidenheid, in die complexiteit, zeg maar dat proces op gang blijven brengen in de maatschappij, want we hebben een hoop werk te doen in die participatiesamenleving, waarin SPV'en meer dan ooit nodig zijn om die echt het psychiatrische te normaliseren. Dus normaal doen over ingewikkelde dingen, over complexe dingen. Nou, jullie krijgen dit allemaal toegestuurd, heb ik van Frans begrepen, zodat je door wat ook kunt ronddelen. Leg het gewoon neer, deel het uit, laat het zien. En als het op is, moeten we maar kijken hoe we dat weer aanvullen. Want ik hoop wel dat dit papiertje een beetje overal waar je komt, bij elke huisarts of elke GGZ-instelling of waar je ook komt. En mij betreft bij de Jumbo, weet je, dat je zo'n kaartje in denkt, hè, is hij daar alweer? Want dan kom je in beeld. Nou, mooi dat de vereniging, de bestuurlijk heeft besloten om dit uit te geven. Jullie krijgen het binnenkort. Misschien hebben sommigen het al thuis gekregen, anders krijg je het deze week of begin komende week. Ja. Dat vermoed ik. Het is een position paper, dus ik zou zeggen de P-paper. Ja, sorry. Kijk, nu heb ik hem net gemaakt. Ik kan het uitvouwen. Je kunt het dan helemaal uitvouwen. In beeld. Prachtig. Je kunt het moet ik even. Ja, dus ik denk dat het de vorm betreft, dat hij daarom zo heet. Ja. Gerard, dankjewel voor je input, het interview natuurlijk en deze afronding. De deelnemers wil ik enorm bedanken voor de aandacht en de tijd die je hier hebt doorgebracht. Ik moet zeggen, in de chat maak ik echt op dat het een hele interessante bijeenkomst is geweest. En de discussie en de inhoud spreekt enorm aan. Dus dat nemen we ook mee voor een volgende keer.